Vijf jaar geleden verkocht de Harlingen jachtbouwer Leo van Oosterbrugge jachtwerf Atlantic. Maar de gedachte dat hij de rest van zijn leven op een tropisch strand zou liggen, dat was niet zo zijn toekomstbeeld. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Leo werd betrokken bij een werkgelegenheidsproject in Indonesië. Natuurlijk in de botenbouw. Hij bouwde midden in de Rimboe een houten schoener van bijna 50 meter overal. Hij is een paar weken terug in Nederland en vertelde mij over zijn Indonesisch avontuur. Hoe kom je zo gek? Ja, ik was het ook helemaal niet van plan. Ik was eigenlijk van plan om lekker op het strand te gaan zitten in Bali, een beetje bij wat vrienden en kennissen langs gaan. En dan kom je ineens een groepje mensen tegen die daar dus zich bezighouden met wat werkgelegenheid te verzorgen voor de Indonesische bevolking. En dan komt er ineens zo'n plan van wat kunnen we nou doen? Die mensen aan het werk komen en dat ook nog een beetje leuk is. Ja, ik heb natuurlijk best een beetje verstand van boten, dus ik heb gesuggereerd van waarvoor laten we niet een mooie boot bouwen daar. Arbeidsloon is niet al te duur en mensen zijn, ze doen alles handmatig, dus we kunnen er veel mensen mee aan het werk houden. En zo zijn we daar toe gekomen, om, in Sulawesi vooral, omdat daar dus heel veel mensen geen werk hebben en die zijn dan ook... Een aantal daarvan zijn geëmigreerd naar Borneo of tegenwoordig Kalimantan. En zodoende zijn we met die botenbouw begonnen. Wat voor schip heb je gebouwd daar? Nou, ik heb een schoener gebouwd. Een kopie van een 18-deelse schoener. En die hebben we wat opgeblazen tot haast 50 meter. Hij is 46 meter overal. En moderne onderwaterschip ondergezet. En volledig gebouwd van ijzerhout, de romp en het opbouw en de dekken zijn van teak. Midden in het oerwoud, hoe krijg je het voor elkaar? Logistiek lijkt me het een heidenskarwei. Nou, dat was het ook, want ik ben dus op een gegeven moment op uitnodiging van een paar mensen in Kalimantan aangekomen. En die zouden me hun werf laten zien. En fijn, op een gegeven moment lopen we door het oerwoud heen en we zijn wel bij het riviertje inmiddels. En ik vraag, waar is nou die werf? Nou, die man zijn tegen vraag was, hoe groot wordt het schip? Ik zei, nou, die wordt ongeveer 50 meter. Nou, dan halen we hier 50 meter palmboompjes weg. En dan, hoe breed wordt die? Ja, 9 meter. Nou, dan halen we 12 meter uit de breedte weg. En dan zetten we wat huisjes neer voor de mensen die er dan aan gaan werken. En dan kunnen we hier beginnen. Ik zei, ja, dat is leuk en aardig. Dan heb je een stukje grond. Maar hoe kom je dan aan het hout? Ja, dat hout dat komt van bovenaf door de rivier, onder de bootjes, de plaatselijke boten. Het ijzerhout is natuurlijk zwaarder als één. En, onder water vervoerd. Onder water vervoerd. En dan komt dan zo, wordt het daar dus op dat stukje grond aangevoerd in planken. En dan beginnen ze dus te bouwen. Ja. Maar het is heel veel werkgelegenheid, want drie jaar daarmee bezig. Er zaten soms 70 man op de boot, schilders, timmerlieden, elektrojongens en van alles nog, tuigers. Dus we hadden soms 60, 70 man aan boord. En nou vier je de rest van je leven vakantie op die boot? Nou, het is niet mijn boot dus. Maar ik mag er af en toe wel eens een beetje mee varen. Dus ik ga er natuurlijk wel met veel plezier een keer naartoe. Ik heb de foto's gezien, het is bloedmooi, hè? Het is heel mooi, ja. Hij is boven verwachting geworden. Want ik had er af en toe een hard hoofd in of het überhaupt naar onze smaak en ideeën afgebouwd zou kunnen worden. Maar we hebben daar heel veel inzet gehad van een hele hoop mensen. En wat gaat er nu met die boot gebeuren? Nou, die boot die is gebouwd om ermee te gaan duiken. Vooral in Indonesië dus, of eigenlijk uitsluitend in Indonesië. Tussen Bali en dan Lombok, Sumba, wat we vroeger geleerd hebben, Flores Timor, Sumba. En dan naar boven de Ambon, de eilanden. Ambon, Misol, dat is een groepje eilanden bij Papua, Raja Ampat en Papua. En daar naartoe te gaan om de cultuur een beetje hoe die mensen daar leven. Maar het is dus een toeristische attractie eigenlijk? Het is een toeristische attractie waar mensen uit de hele wereld eigenlijk naartoe kunnen. En het schip heeft een vaste bemanning die bestaat uit 14 personen, van kaptein tot steward.
En voor de rest zitten een groepje mensen, ook allemaal Balinese en lokale mensen, zitten op kantoor in Bali. En voorlopig hou ik daar nog een beetje toezicht op. Ik zou net gaan vragen, wat is het volgende project? Nou, eerst maar wat rustig aan en even wat weer naar de kinderen. Ik heb nog een dochter in Australië wonen, eentje in Afrika. En hier natuurlijk, dus we gaan er wat rustiger aan doen even, want het was wel erg hectisch. En af en toe dacht ik wel eens van, nou, dit wordt het einde. Het was echt soms meer dan je moet doen op deze leeftijd natuurlijk nog.